We staan hier naast Rijmo van der Klein. Ze zeggen van joh, hij is het die het hele project heeft getrokken. Wat was precies jouw rol? Ik ben afgelopen september ben ik begonnen bij NOS. September 2007? Ja. Roland hebben gevraagd van kom naar de NOS toe en help ons met onze content om dat naar mobiel te brengen. Het is nu de tijd. En ik heb samen met Roland hebben we eigenlijk een strategie gemaakt voor NOS, concepten ontwikkeld. Wat is die strategie? Wat is er nou zo anders aan mobiele content wat er al is en applicaties die er al zijn? En... Nou, niet alle content is relevant voor mobiel. En sommige content is juist weer heel erg relevant voor mobiel. We focussen nu heel erg op live, hè, live informatie. Wat is er nu aan de hand? Live sport. Live sport bijvoorbeeld, live registratie. Maar ook wat is er nu, wat is nu het verkeer? Het weer nu, buienradar en dat soort zaken zijn natuurlijk allemaal toegevoegd. Maar al in 2008 op je mobieltje het weer bekijken live, is dat zo spannend? Nee, dit is niet zo spannend. Nee, absoluut niet. Maar dat hoort wel bij het hele pakket, denk ik. Natuurlijk, dat is gewoon een onderdeel. Dus wat dat hebben we gedaan. Daarnaast ben ik bezig geweest met projectmanagement. Vendor selectie ook aan meegeholpen. En een stuk implementatie nu ook. Dus, Kan je eens vertellen over de technische implementatie? Wat voor platforms en downloadsnelheden heb je? Nou, we hebben dus nu een mobiele site die ondersteunt natuurlijk door de meeste toestellen die GPRS ondersteunen of UMTS. Daarnaast hebben we een applicatie ontwikkeld die geschikt is voor eigenlijk alle platformen. Windows Mobile, Symbian. Android? Android gaat het ook naartoe, op het moment dat het relevant is. Ja, op het moment dat toestellen in de buurt komen, dat we ze ook echt kunnen testen. Dan gaan we absoluut naar Android. iPhone, daar gaat het ook naartoe. Je had al iets nieuws voor de iPhone? Ja, kan je dat verklappen? We hebben natuurlijk Teletext client voor iPhone. Okay. Maar kunnen we die downloaden? Op nos.nl/mobiel. Er staat een linkje naar de weblog van Roland, Roland Stekelenburg. En daar vertelt hij meer over dit project. En dat we nog testers zoeken om de client verder te testen. Oké, tot slot, wat is nou echt de USP? Waarom moeten we hem massaal gaan downloaden? Nou, ik denk dat het ongelooflijk leuk is om zo direct bijvoorbeeld met de Tour de France of met de Olympische Spelen altijd live meteen te kunnen checken wat gebeurt er daar nu tijdens dat event. Wat is er in de koers aan de hand? Wie zit er op kop? Waar is de gele trui? Waar is de bolletjes trui? Wat gebeurt er? Bij een demarrage Tour de France komt er nu refresh? Nee, je hoeft dus niet even kijken. Dat is al een goede vraag of met de Tour de France of het gepusht gaat worden, de data. Maar met bijvoorbeeld de Olympische Spelen gaan we natuurlijk 12 livestreams uitkoppelen in twee smaakjes, 115 kb en 200 kb. Oké. Dat betekent dus dat je ook echt goede audio kan ontvangen, mits je bandbreedte toelaat. Het toestel gaat het zelf detecteren. Of de applicatie gaat zelf detecteren of jouw bandbreedte groot genoeg is om de 200 kb stream te doen. Maar daar kan je dus op 12 verschillende sportevenementen bekijken uit Beijing Live. Nou, dat denk ik heel erg bijzonder. Wat kunnen we verwachten in de toekomst qua evenementen? Andere evenementen. Denk bijvoorbeeld aan schaatsen, wat er weer aan zit te komen. We hebben natuurlijk afgelopen jaar al gedaan, het streamen schaatsen brengen. Maar we gaan kijken hoe we dat verder kunnen verrijken. Kunnen we misschien iets met grafiekjes doen of met andere manieren dat mensen nog meer toegevoegde waarde in die mobiel kunnen vinden. Oké, dan echt de allerlaatste vraag. De NOS heeft Momo pas gesponsord. Wat is nou de link tussen Mobile Monday en NOS? In principe is er niet echt, denk ik, een hele grote link. Het is meer, denk ik, dat NOS dit initiatieven als Momo, maar ook als de Dutch Bloggies bijvoorbeeld, ondersteunt. Ik denk dat we ook met Momo momenteel voor mobiel Nederland best wel wat betekenen. En ik vind het erg mooi dat NOS juist zijn techniek ter beschikking stelt. Dat wij dat event live kunnen streamen naar de rest van de wereld. En dat iedereen kan meegenieten van wat wij aan het doen zijn op Momo Events. Dan echt de allerlaatste vraag. Wat is jij als mobiele guru, wat is nou de toekomst van mobiele marketing? Nou, dan moet ik hier een heel apart interview wordt dat, denk ik. Met een uitgebreid... Een paar woorden, kan je taggen? Massaal achter de mobiel in plaats van tv? Het belangrijkste gaat worden context. Begrijpen in wat voor situaties mensen zich bevinden. Toestellen die begrijpen in wat voor situaties jij je bevindt. En dan daar dienst om heen gaan ontwikkelen. Oké, dankjewel Rijmo. Dankjewel.